Pieter Kuipers, Chantal Jansen en Huub Stapel. Drie mensen die excelleren in hun vak. Maar oorspronkelijk komen ze uit Limburg. Daar wonen ze wel al heel lang niet meer. Ze wonen alle drie inmiddels hier in Amsterdam. Over hun leven en hun werk praat ik met hem. Niet met Fly, maar met appeltaart. Bij Huub aan de keukentafel. Wat is de eerste bewuste ontmoeting die je hebt gehad met Pieter? Toen lag je in mijn armen, toen was die baby. Jezus. Ja, zo ongeveer. Kan je herinneren, toen je, hoe was het om met Pieter te werken voor de eerste keer? Ja, het was een feest. Dat was werkelijk, dat was meteen hots. Ja, dat was heel leuk. Dat was meteen geweldig. We begrepen elkaar meteen met één... Dus ik zei altijd tegen Chantal, als je ooit de kans krijgt om met Pieter te werken, moet je dat absoluut gaan doen, want het is... Maar die kans heb je nog niet gegeven. Nee, ik heb nooit als regie, maar ik heb wel ooit een keer aan een serie gewerkt, volgens mij IC, daar heb jij volgens mij in gespeeld. En die heb ik toen opgezet. En daar was jij een waanzinnig goede rol. Een kooksnop. Ja, toen was je totale kooksnop. Heel heftig. Ja. Hebben we nog maanden geoefend. Ja. Nou, nee, ik heb met voor film vind ik heel lastig om te doen. Ja. Met theater kan ik van 8 tot 11, dan ga ik. En dat heb ik met film, vind ik die verdeling moeilijk. Omdat je veel moet wachten en nou, dan ook letterlijk dat je bijvoorbeeld begint met het... Ik moest de film doen en dan moest ik beginnen met de eindscène. En dan voelde ik me toch te veel een danseres om dat te beheersen. Om al te denken, oké, we beginnen met de eindscène. Dat is je allereerste draaidag. Ik zou wel een keer een film willen doen in mijn eigen dialect. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik dan niet... zit dit meteen bij mij. Heel dichtbij. Ja, dat is dichtbij. Ja. Dat is voor jullie allebei wel een hele duidelijke wens. En jij een filmmaker dan misschien ook wel. Wat zijn eigenlijk jouw wensen nog? Ik doe echt wat ik zelf denk. Dat vind ik tof. Ik ga nu tenminste als het op corona technisch allemaal kan. Maar ik denk dat dat vrij makkelijk gaat toch. Een serie maken in Limburg. Met allemaal jongeren. Een soort wat je in het oosten van het land, en dat heb je in Limburg iets minder, maar dat heb je ook wel van die zuipketen, weet je, waar die kids allemaal bij elkaar komen om alcohol te drinken, omdat ze dat ergens anders niet meer mogen. De dorpscultuur. Ja, dat dus eigenlijk een soort cheers, maar dan in zo'n zuipketen. Dat wil ik graag. Wat zijn jouw, je bent 65 geworden geloof ik dit jaar. Heb je een lijstje op de laatste pagina van je agenda van dat wil ik nog doen? Nou, weet je, als je nooit naar iets hebt getracht en op school was er ook niet een aanleiding voor een laten we zeggen, een grote carrière in het acteren, dan... En je hebt, is alles mee. Dan is alles mee. Nee, maar dat is dus letterlijk zo, hè. Want ik dacht dus altijd, oh leuk, als ik een keer op tv kom, is leuk voor man. Ja. Oh, en op de film, leuk voor man. En als je dan binnen 2 jaar alles doet waarvan je nooit hebt gedroomd, dus en een hoofdrol naast Marie Dressler en een hoofdrol in een film, De Lift. Ja, dan is de rest is eigenlijk altijd, heb ik altijd zo gezien. Altijd mee. Vanaf dan al een extra tijd. Ja. Een goede creamy in Limburg met Pieter? Zullen ja, we dat doen? Daar zijn we mee bezig. Het is in the works. Wist ik stiekem. Maar dat wist je stiekem. Ja, mooie serie in Venlo. En Chantal krijgt daar dan een belangrijke rol. Chantal moet maar alles leuk vinden. Ja, precies. Maar in dialect... Dus dialect, we hebben ooit eens gesproken samen over dat ik ben nooit aangesproken op iets te doen in dialect en in ABN. En de kennis van mijn Duits en de kennis van mijn Frans bijvoorbeeld. En dat ik een liedje zing. Zo'n hele combi, zo'n hele rijke karakterschets van iemand die dat allemaal doet. En dan ook nog ongelooflijk onorthodox dingen gaat oplossen in een bepaald veld. Ik merk wel dat er zijn... Als je dat doet, eigenlijk is het gewoon heel goed naar jezelf luisteren. Dat is gewoon, wat vind ik echt tof? Waar word ik echt boos over of opgewonden? Wat raakt mij? En als je dat echt waarlijk doet, dus niet kijkend vanuit de buitenkant, maar gewoon echt van wat voel ik? Wat blijft gewoon de hele tijd door mijn hoofd spoken? Ja, dan denk ik dat je, als ik dat heb, dan hebben andere mensen dat ook. Wat ik wel jammer vind, is dat je niet meer kan aanrommelen. Ik zou best wel eens graag... Als ik in theater zou gaan, weer... Als ik zeg, ik ga weer theater in... Het nadeel van je bekend zijn is dat dan meteen... Ja, ik kan niks gaat het theater in en ik kan niet aanrommelen. Maar dat zal nooit meer kunnen. Nee, dat vind ik wel jammer, want ik zou best wel willen aanrommelen. En ook laten mislukken. Als ik nu iets doe voor tv wat niet helemaal oké is... Dan is het meteen van, jezus. Terwijl ik denk... Ja, het is gewoon een soort van stage met kijkers... Als je als kapster, zeg ik altijd, je iemand verknipt... Ja. Dan is alleen Joke van Teng is dan kwot.
Want die ziet er een week niet uit. Mm-hmm. Maar als ik iets try-out, dan dacht ik, gaat niet meer. Ik zou zeker wel iets willen maken met in het dialect. Of, ja, die afspraak kunnen we wel maken. Hè? Dat, die film er komt met Chantal en Huub. Daar hebben we je toe verleid, hè, toch? Theater kunnen we geen harde afspraken. Nee, geen harde afspraken.